Oké, we zijn juist aangekomen in de kazerne. Ik ga me nu om gaan kleden en dan ga ik me gaan aanmelden en dan kan ik daar beginnen. Voilà, dat is hier een van onze kleedkamers. Er is al iemand aanwezig. Goedemorgen Hans. Ja, ik is toch. Jo, voilà, dit is mijn kazier. Ah, ja, oké. We moeten deze wel eens keuzen, denk ik. Hallo, ik ben Christophe. Ik werk voor Defensie bij het 11e Bataljon Genie. En vandaag neem ik jullie mee in een dag van de gevechtsjinjak. Ik ga jullie laten zien vandaag wat we doen, hoe we het doen en met welk materiaal dat we ook werken. Deze hier achter mij is een van onze voertuigen waar we mee werken, de AIV. En daar gaan we mee op terrein. Achter mij is onze apparaat de drone aan het klaarmaken. We gebruiken die normaal gezien om verkenningen te doen in het veld. Maar vandaag gaan we hem gebruiken om jullie de kazerne mee te laten zien. Ja, stik hem maar de lucht in. Ik vraag je waarschijnlijk wel af wat een gevechtsjinjak nu eigenlijk allemaal doet. Dit is trouwens ons logo, dit is het magazijn. Wij werpen hindernissen op om de vijand tegen te houden en wij gaan hindernissen afbreken om onze eigen troepen laten door te stoten. Hier is een klein voorbeeldje van materiaal dat we hebben. Dat is onze pionierskoffer. Wat zit er allemaal in? Manchetten, bijlen, katrollen, handschoenen om prikkeldraad vast te pakken. Allemaal kleine werkmaterialen, eigenlijk een schop. En dan hier rechts van ons zit eigenlijk alles in, een vuurmakerstas noemt dat, voor explosieven te behandelen. Dus hier gaan we alles uitgebruiken voor explosieven. Hè. Voilà. We staan op ons oefenterrein. Vandaag gaan we werken met explosieven. Dat is een van de belangrijkste hulpmiddelen dat een gevechtje niet heeft. Achter mij staat de rode vlag. Dat wil zeggen dat het toch wel gevaarlijk kan worden vandaag. Veiligheid boven alles. Daarmee hulpdiensten zijn vandaag ook aanwezig. De luitenant is achter ons de inbriefing aan het geven, wat wil dat zeggen? We staan hier nu op de zone waar de explosieven gaan afgaan en waar we ze gaan manipuleren. Ik ben nu de persoon dat dat nu gaat doen vandaag. En achter mij zijn de veiligheidsregels aan het herhaald worden, zodat we veilig en correct kunnen werken. Bij ons bij de genie is veiligheid het allerbelangrijkste, daarom worden er ook geen kanten afgelopen. Voorzichtig dus. Ja, hier is goed, hier is goed. Leg het maar op, elegant, gewoon op de grond leggen, naar eronder, voilà. Achter mij is alles aangekoppeld, alles is klaar voor het ontploffen. We gaan ons nu naar een veilige zone begeven. En als we daar zijn, dan gaan we een go geven en dan gaan we die 100 gram zien ontploffen. Hè. We zijn nu onderweg naar een veilige afstand waar we toch altijd zicht kunnen hebben op onze explosie hier achter ons. Ik ga zo een luie knal geven, dus ik ga mijn oortoepraal opzetten. Voilà, het zit erop. Achter mij zie je nog de rookwolk hangen van onze explosief dat is afgegaan. Dat is heel plezant om mee te werken. Hier achter mij is ook nog een debriefing aan de gang. Iedereen vindt dat het geestigste van heel de genie eigenlijk. Dat is plezant. Dat ding gaat, geeft een dikke knal. Dat is eigenlijk maar 300 gram. Dat we hier naar 80 kilo gaan, dan is dat nog echt een grote vuurbal. Dus dat vindt iedereen wel geestig. Hè? Ik krijg regelmatig de vraag, werken wij veel met explosieven? Het antwoord is op is ja, toch minimum één keer op een maand. En dat kan in grote hoeveelheden zijn of een kleine hoeveelheden zijn. Maar het principe blijft altijd, veiligheid primeert en we moeten erop oefenen en trainen. We zijn op weg naar het bordje. We gaan daar de kettingzagen uithalen en dan gaan we oefenen met de kettingzagen. Een van onze belangrijkste taken, het opwerpen en het verwijderen van hindernissen. Hier achter mij zijn de gasten alles aan het klaarmaken voor te oefenen met de kettingzaag. Dat is een van onze belangrijkste tools om eigenlijk alles op te ruimen en voor alles te versperren. Oké, mannen, pak je hem dikste maar zo. Ja. Come on, hey. Niet verzwakken, hè, niet verzwakken. Oké, voilà, zei. Dat is in ieder geval eens fysische training erbij. Oké, iedereen leeft nog? Perfect. Claire is al aan het klaarmaken voor te beginnen met de kettingzaag. Zit hier allemaal in. De belangrijkste dingen, veiligheidskledij. Dus is het ook al aan het aandoen. En het, natuurlijk, ja, hetgeen wat we voorkomen, de kettingzaag. Die ligt hier klaar. Moet je juist nog de ketting opsteken en dan kunnen we beginnen werken. Alles is voorbereid nu. De kettingzaag is volledig klaar voor te gebruiken. Claire, begin maar. Hè. Buiten is gewoon het zagen van de bomen, gaan we ook oefenen op behendigheid en
dat je wat kunt leren zagen met de kettingzagen. Daarmee zijn hier 11 genie. Het is niet alleen klein blosje zagen, ook het grotere werk komt er aan te pas. Wel voorzichtig zijn natuurlijk. Het is nu middag, het is tijd voor te gaan eten. Normaal gezien pak ik altijd mijn boterhammen mee. Maar vandaag waren het frieten, dus gaan we in de mes gaan eten. We moeten ons wel eens fatsoeneren, want met deze kledij mag ik niet binnen. Voilà, hè. Veel beter al. Merci. Hoe wat calorieken binnen steken, want je moet gaan sporten. Bij 11 Genie is het niet alleen maar lopen en fitness dat we doen. We gaan ook andere sporten doen. Nu zijn we hier bezig met opwarmen voor de hindernissenpiste. Dus ik kom hier met die mannen in. De opwarming is net gedaan. Ik ben al aan het zweten. Het is al vrij pittig. Want de temperatuur is ook al aan de hoge kant hier. Fuck, zit erop. Zo is een goede tijd, ben ik zeker van. Dus we moeten even afwerken. Hier achter mij zie je de optrekbare. Dat is een van onze installaties die we hebben binnen onze kazerne. Zeker met zo weer gaan we niet binnen trainen, maar dan trainen wij buiten. Dus ik kan ook nog een paar oefeningen doen. Binnen El Genie is sporten voor ons wel belangrijk. Niet nummer 1 prioriteit, maar het scheelt toch niet veel. Waarom? We moeten altijd fysiek klaar zijn om in te grijpen, omdat dat een deel van het job is. We moeten binnenkomen als sportbeest? Nee, maar het helpt wel. Maar hier wordt ook wel gevormd en begeleid naar. Maar nou even douchen, want ik zweet ervan. Binnen de gevechtsgenie werken we niet alleen op het land, maar ook op het water. Daarmee gaan we vandaag trainen met onze boten. We hebben verschillende locaties waar we kunnen oefenen met onze boten. En vandaag is deze ons werkvloer. En opnieuw is de medische steundruk weer al bij. We werken met twee verschillende soorten boten. Eén van die boten staat hier achter mij en dat is de Sillinger. En we gaan daar een keer naar kijken. Oké, deze mannen gaan de boot al te water laten. We gaan nog even een beetje uitleg geven wat we hier nog hebben. Wat doen we met dat bootje? We doen er verkenningen mee op het water. En we kunnen daar ook steun mee bieden met overstromingen. En deze is voor het geval dat de motor stilvalt en dat er iemand in het water valt een extra reddingsvest. Een van onze prioriteiten is altijd veiligheid. Daarmee gaan we nu trainen op de procedure man overboord. Man overboord! Man overboord! Enkel controle! Goedendag, we zullen formaties trainen. Dit is de basis, enkele controle van het water. Kom maar, mannen! Niet verzwakken! Het moet niet altijd serieus zijn, hè? Hup, 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 kom aan! Kom aan, hè! Niet verzwakken, niet verzwakken! Kom er los in, hè, er los in! Zet op de kant, kom aan! Niet zakken, lopen, 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 lopen! Ja! Kom maar, mannen, vertrekken! Een beetje de teamgeest versterken, dat is ook altijd part of the job. We moeten winnen. Vlieg nat, even omkleden. Droge broek, daar hebben we altijd bij. Droge t-shirt, yes. Combat shirt, oké. Ja, juist, kousen natuurlijk. Een van de minder populaire jobjes is bij ons materiaal onderhouden. Bij de Genie hebben we heel veel materiaal, dus moet er ook wel heel veel materiaal worden onderhouden. Ik ga die goed vooruit, ik wijs dat al een paar het weekend drie keer.